dat we weer samen kunnen komen, zonder beperkingen door de corona-epidemie, waarvan het hoogtepunt nu echt achter ons lijkt te liggen. Maar we moeten natuurlijk oppassen en de bekende regels nog een beetje in acht nemen. Het wordt een mooie bijeenkomst, al is er nu wel de schaduw van de gebeurtenissen in Oekraïne die het feestelijk karakter wat wegneemt. Ja, allereerst heet ik onze spreker Koos de Jong welkom en zijn persoonlijke genodigden, waarvan wij overigens hopen dat ze ook lid van de vereniging worden. Als ze zien wat een mooie dingen wij allemaal doen. Hè? En onze leden, wat fijn dat u er weer bent. We verheugen ons dat we trouwe leden hebben. Die tijdens de 2 coronajaren die nu achter ons liggen, en wat er verder nog komt, weten we niet. We hebben nauwelijks leden verloren en dat is echt heel fijn. Elders hoor je nog wel eens verschillende dingen. Dit is onze nieuwjaarsbijeenkomst. En traditioneel kijk ik met u terug en vooruit, alvorens Koos te introduceren. En na mij zal René Steenbergen ook nog even kort spreken over schenkingen en legaten, heel belangrijk voor ons. Ondanks de vele beperkingen van het afgelopen jaar kunnen we terugkijken op een heel actief jaar. We hebben 3 prachtige nummers van Aziatische kunst uitgebracht, waarvan een dubbelnummer. Hulde aan Jan van Kampen als hoofdredacteur, hulde aan de hele redactie die dit, het is liefdewerk, doet. En ook hulde aan Rosalien van der Poel, die de succesvolle advertentiewerving doet, erg belangrijk ook, om een mooi blad uit te kunnen geven. En onze eindredacteur Marlies Enklaar. Om het gemis aan live activiteiten wat goed te maken, hebben we een aantal mooie videoproducties laten maken het afgelopen jaar. Door Babette Klaassen. U heeft dat steeds in de nieuwsbrief aangekondigd gezien. Dan kon u link aantikken en dan kon u zo'n filmpje bekijken. En die staan nu nog allemaal op YouTube. Doe dat vooral. Het zijn korte producties over belangrijke onderdelen, objecten ook van de vereniging, zoals de Kuan Yin, de schenking Felix Hess, de wissels in het Aziatisch paviljoen. Vele van deze videoproducties zijn al 100 keren bekeken. Anderen weer wat minder, dan zie je waar de belangstellingsgebieden liggen. Of dat we misschien nog beter moeten marketen, dat kan natuurlijk ook. Videoproducties zijn er ook geweest van langere bijeenkomsten. U kunt dat vinden bij de website. Dat was natuurlijk nieuw voor ons, die videoproducties. Maar het is heel geslaagd. De belangstelling was groot. We hebben, de wissel is er zelfs een waar meer dan 500 keer naar is gekeken. En dat is natuurlijk heel erg mooi. We bereiken er nieuwe groepen mee en we gaan er zeker mee door. Dan de verdere activiteiten in het afgelopen jaar. Ik vat het heel kort samen hoor, maar ik wil het toch even langslopen, omdat het belangrijk is wat we doen. In februari hadden we een lezing van Ilona Bausch over Jomon Japan, de vroegere keramiek van de jager-verzamelaarsculturen in Japan. En dat was een online nieuwjaarsbijeenkomst. In april hadden we ook weer een online 2-daags event ter ere van Robert van Gulik. Dat was ook een hele feestelijke zaak. Een event ter herinnering aan Robert van Gulik, met heel veel aandacht voor alle verschillende aspecten van deze hele bijzondere man. Dat hebben we georganiseerd samen met het China Cultural Center in Den Haag. In mei hadden we een online lezing van Anne Seij over haar reis door Japan. En in juni ook weer online de algemene ledenvergadering. Met een mooie lezing van onze hoogleraar Anne Gerritsen over haar prachtige boek The City of Blue and White, Chinese Porcelain and the Early Modern World. En in juli een 2e algemene vergadering. Waarom? Omdat we een statutenwijziging moesten doorvoeren. Daar was een boeiende lezing bij van Dr. Shelka Mishra over de painting workshops in Amber Jaipur in de 18e eeuw. In september hadden we dan live, eindelijk weer live, de belangrijke bijeenkomst Speuren naar Herkomst. Verhalen van Aziatische kunstobjecten in musea. En dat werd per video geopend door de directeur van het Rijksmuseum, Taco Dibbets. Belangrijke bijeenkomst, want ook wij als vereniging zijn bezig met provenance, met herkomst. En de verhalen die daarbij horen. In oktober werd het gevolgd door een boeiende lezing van Carwin Cheung over Koreaanse schilderingen en dan een boeiende bijeenkomst over Kakiemon met een lezing van Menno Fitsky en een vraaggesprek van René Steenbergen met 2 van onze leden, de heren Blijdorp en Clarkson Reinen, over hun Kakiemon-verzameling. Een hele geslaagde bijeenkomst.
In november vond de IIAS-lezing plaats. Daar mogen onze leden ook naartoe. Dr. Christian Luksanits over de Vajratu Mandala. Dat onderwerp is dan vroeg esoterisch boeddhisme. Weer een heel ander iets waar we allemaal weer in plonzen. Dat is het voordeel van Azië. Azië is zo groot. We kunnen ontzettend veel interessante dingen en onderwerpen bespreken met een heel breed spectrum. Hè. Dan hadden wij in november ook nog 3 lezingen in 1 zitting over Chinese puzzelballen en over Van Braam van Hoekgeest door Don O'Dell en Nanette Van Braam Hoekgeest en Robert van Lieren sprak over die puzzelballen. Heel spannende dingen. Ik wil nog vermelden dat Christine Ketel hier aanwezig, maar ik kan niet zien, want ik zit hier in de zaklantaarn. Daar is Christine. Is gepromoveerd met haar proefschrift Dutch Demand for Porcelain, the Maritime Distribution of Chinese Ceramics and Dutch East India Company. Belangstellende leden konden daar ook bij zijn en daar is ook ruimhartig gebruik van gemaakt. Ja, waarom kijk je daar zo uitgebreid op terug? Om duidelijk te maken dat ondanks dat vervelende coronajaar we heel veel hebben kunnen doen voor u als leden om mee te kunnen doen. En dan even een vooruitblik, want we hebben ook een hele hoop in de pot zitten. We hebben al een online lezing gehad van Ivy Chen over het verzamelen van Chinese kunst in 20e eeuws Hongkong. Dat was een hele boeiende lezing, veel belangstelling ook voor. En vandaag is dan de bijeenkomst met Koos de Jong. Dat komt natuurlijk apart aan de orde. 19 maart is er een excursie naar Leeuwarden. En dat is de Korea-tentoonstelling De Prinsessenhof, waar Eline van den Berg een lezing zal verzorgen. Dan spannend, 23 april, zet het in uw agenda, komt er een conservatorenlezing plus. En die gaat over bronzen. U weet, er wordt al heel lang gewerkt aan onderzoek aan bronzen, over bronzen, ook in de collectie. En daar komt dan een presentatie over dat bronsonderzoek naar KVVAK-voorwerpen. En dat is ook een beetje vooruitlopend op de grote bronstentoonstelling die in 2024 gaat komen. Anna Slatska die zal daar spreken en daar wordt ook haar boek gepresenteerd. En er zijn ook andere sprekers die daarvoor komen. 7 mei komt de algemene ledenvergadering. En Jaap Polak, hier aanwezig, zittend op de derde rij op de hoek, die zal daar gaan spreken over zijn nieuwe boek over Javaans goud. En dat wordt ongetwijfeld ook een mooie en spannende bijeenkomst. 25 juni krijgen we een studentenmiddag, Things That Talk. Het kan ook zijn dat dat naar 18 juni gaat, Rosalien. 18, hè, wordt dat. 3 juli, zet dat ook in uw agenda. De andere dingen ook natuurlijk. Alles komt ook op de website natuurlijk. Komt een symposium over lak. Eindelijk gaat de tentoonstelling over Japanse lak open deze zomer. En die gaat open op 28 juni, als ik het wel heb. Die data, misschien schuift er nog wat aan. En op 3 juli gaan wij dan een mooie bijeenkomst hebben over Japanse lak. 'S morgens kunt u dan de tentoonstelling bekijken, of daarvoor of daarna. En we hebben sprekers zoals Jan Dees, natuurlijk onze grote specialist over Japans lak. Er komen andere sprekers, Menno Fitsky zal zeker spreken. Er is een Japanse spreker die zal komen. En andere sprekers, dat volgt nog. Daar stellen we u van op de hoogte. Maar dat wordt een hele mooie bijeenkomst. Dan hebben wij nog een presentatie of een online lezing, zal dat vermoedelijk zijn, over de boeken en de collectie van Rose Kerr. Er zit nog een lezing van Denise Campbell in het het najaar op 1 oktober in de pot over Behind Beauty, over vrouwen op porselein. Er komt een tentoonstellingsaandacht in de paviljoen. En er komt een lezing over Japanse prenten en de schenking van Elise Wessels aan het Rijksmuseum van Marije Jans en Maureen de Vries. Die komt in het late najaar. En dan vergat ik nog iets te noemen. 29 april, dat is vermoedelijk de datum, dat er een exclusief avondbezoek wordt georganiseerd voor de leden van de KVVHK. We hopen natuurlijk dat er dan veel mensen ook komen, want het is best iets voor het Rijksmuseum om open te stellen, speciaal voor de vereniging. Dus u kunt dan in alle rust, zonder drukte, naar de revolutie tentoonstelling kijken en uw eigen opinie daarover vormen. Dat is natuurlijk zeker iets, dat is ook een onderwerp
waar voor velen van u ook belangstelling, spanning, interesse mee verbonden is. En in het najaar hebben we iets, dat hebben we eigenlijk net nog van de week afgestemd met Menno Fitsky. Er komt een bezoek van de leden aan het nieuwe collectiecentrum van het Rijksmuseum Nederland, van het Rijksmuseum, het Openluchtmuseum, Paleis het Loo en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Dat nieuwe collectiecentrum Nederland is in Amersfoort, dat weet u. We hebben er al over kunnen lezen, we hebben er al een keer een hele leuke lezing over gehad. Maar dat wordt natuurlijk een heel mooi bezoek. Hè? Die data die moeten nog worden vastgesteld. Maar dat is wel iets moois om naar uit te kijken. Kortom, een goed gevulde agenda. En die zal nog worden uitgebreid in de loop van het jaar. Aandacht blijft er ook van de kant van de vereniging voor herkomst. Waar we in nauw overleg met het Rijksmuseum en andere organisaties de onderzoeken en ontwikkelingen volgen. En meer daarover bij de jaarvergadering. En nog een oproep. We hadden 2 algemene vergaderingen het afgelopen jaar. Waarom was dat? We hebben de statuten gewijzigd, gemoderniseerd. Maar ook hebben we het jeugdlidmaatschap tot 30 jaar ingevoerd. En dat jeugdlidmaatschap kost €25. Maak uw kinderen, kleinkinderen, neefjes, nichtjes, kinderen die u kent in uw omgeving, jongeren die u kent. Tegenwoordig is men echt jongeren tot 30. Maak ze lid. Het is een ontzettend leuk cadeau om te doen. Kunnen we allemaal voor u ook regelen. Stuurt u een mail. En dan hebben deze jongeren toegang tot alle bijeenkomsten van de vereniging. Ze krijgen gewoon het blad. En ze kunnen ook naar de activiteiten van Ikigai, wat de jongerenvereniging is van onze KVV AK. En jong is daar een rekbaar begrip, kan ik u verzekeren, want daar mag je tot je 45ste aan meedoen. Maar dat is toch dat heeft weer een aparte dimensie. En dan ontmoet je ook weer mensen met eenzelfde belangstelling en op weer je eigen level. Dus doet u dat, maakt u daar gebruik van. Het laatste nummer van het blad Aziatische Kunst stond nog 25, maar het is dus echt 30, dat u het weet. Nieuwe leden zijn de toekomst van de vereniging. Dat is heel belangrijk. En wij kunnen als bestuur wel werven, maar de bedoeling is dat iedereen werft. U ook, zieltjes winnen voor wat u mooi en wat u fijn vindt. En u heeft ook collecties, daar, misschien dat kinderen en familie daar belangstelling voor hebben. Dan is het mooi om ook die achtergrond van de vereniging mee te geven daarbij. Voordat ik Koos de Jong introduceer, geef ik nog even het woord aan René Steenberg om te spreken over schenkingen en legaten. Heel belangrijk onderwerp. René. Goedemiddag. Mijn naam is René Steenbergen. Ik ben bestuurslid van de vereniging met inderdaad portefeuille schenking en legaten. En ja, wij zijn als vereniging juist misschien ook wel in de afgelopen periode goed bedacht. Het is een periode geweest, denk ik, dat mensen zich hebben gerealiseerd. Ik kan ziek worden, het leven is eindig en ik moet, als je een collectie hebt of een aantal stukken, ik wil dat goed onderbrengen, ik moet dat gaan regelen en dat hebben wij gemerkt bij de vereniging. En een van de grote schenkingen die wij mogen verwelkomen en waar de middag ook aan gewijd is, dat is een corpus van 75 stukken Chinese miniaturen door Koos de Jong en zijn partner Ingeborg de Rode. En dat is een bijzonder verhaal. Het is een voor de vereniging ongewone schenking. Omdat wij hierin voor één keer zijn afgeweken van het acceptatiebeleid van het Rijksmuseum. Wij vonden het heel belangrijk, en Koos zal er uiteraard zo ook op doorgaan, dat dit corpus van 75 stukken bij elkaar bleef. Terwijl het museum een miljoen voorwerpen beheert en zegt wij, less is more. Wij willen er graag 19 van in bruik meenemen van de vereniging, maar geen 75. Nou, Koos en ik hebben daar de tijd voor genomen om dat allemaal rustig te bekijken, uit te zoeken. We hebben de conservatoren daarbij betrokken, Qingling Wang met name, de conservator Chinese kunst. Hebben alles bekeken en daar kwam bij dat Koos zijn collectie buitengewoon goed
al ontsloten heeft. Namelijk, hij is gepromoveerd op dit onderwerp. Het boek is straks ook verkrijgbaar, de handelseditie. En hij heeft het ook allemaal laten fotograferen en heel goed beschreven. Dat was natuurlijk een enorme pre om dat hele proces aan te gaan met elkaar. En op basis daarvan hebben wij in het bestuur langdurig gesproken over, ja, gaan wij soms een iets andere weg op dan het Rijksmuseum en geven wij onszelf die vrijheid. We zijn een particuliere vereniging, we hoeven niet altijd precies de museumpolitiek te volgen. En daar kwam bij dat het hier om een letterlijk heel handzame collectie gaat. Het zijn objecten, u zult het straks ook merken, die je letterlijk in de palm van je hand kunt houden. Dus wij hoeven geen depot te huren als vereniging om deze schenking te kunnen opslaan. Het past in één lade en die gaat straks in een bankkluis. Dus het is in die zin is het eigenlijk de ideale schenking om te kunnen afwijken in dit geval van wat het museum kan accepteren. Waarom vinden wij het zo belangrijk om deze schenking in dankbaarheid uiteraard te aanvaarden? Dat is omdat het een heel mooi beeld geeft van een ruime periode in de Chinese kunst, namelijk van het Neolithicum tot de Ming-periode, en een waaier aan materialen laat zien, van steengoed tot keramiek, van jade tot amber, en dus de manier waarop ze zijn bewerkt. Dat in combinatie met dat je dat in je hand kunt houden, maakt dat het uitermate geschikt is als studiecollectie. En dat is natuurlijk iets wat heel dicht zit op de oorspronkelijke doelstelling van onze vereniging, namelijk kennisvermeerdering. En wat natuurlijk vaak ontbreekt, omdat dat in een museum nu eenmaal niet kan, is materiaalkennis. Je mag er niet aankomen. Het zit in een vitrine, het is afgesloten, begrijpelijk. En dat is het hele gesprek wat wij met Koos zijn aangegaan. Mag dat? Mogen wij in de beslotenheid en de vertrouwdheid van onze vereniging in kleinere groepjes van leden zogenaamde handlingssessies organiseren? Dat de stukken letterlijk ter tafel kunnen komen en dat we onder leiding van Koos, en neem ik aan ongetwijfeld ook betrokken met Qing Ling, de conservator Chinese kunst, dat we die kennis ook over materialen en bewerking daarvan vermeerderen. En ook de periodisering, hoe dateer je dan zo'n stuk? Waar moet je op letten? Wellicht komen ook vervalsingen aan de orde. Dus het is eigenlijk een collectie die, zou je kunnen zeggen, de vereniging op het lijf is geschreven. En daarom hebben wij dit zo doorgezet en zijn we heel blij dat dat inderdaad ook gelukt is. Dat was niet makkelijk. Het moest natuurlijk ook goedgekeurd worden door de Belastingdienst. Corona kwam ertussen. Maar het is onlangs inderdaad allemaal geëffectueerd. En daar zijn we heel blij voor. En we zijn Koos en Ingeborg daar heel dankbaar voor. Dat heeft u dus nog te goed van ons, de handelingssessies. En ik vond het zelf ook, ik weet niet of u dat wel eens heeft meegemaakt in het British Museum. Ik moet daar eigenlijk even nog tussen zetten dat wij wel degelijk ook met de conservatoren en met Taco Dibbets hebben gesproken over, is dit ook in een groter museumverband mogelijk? En daarbij verwees ik naar het British Museum. Misschien heeft u dat wel eens meegemaakt daar. Ik geloof dat dat op woensdagmiddagen is. Dan heb je vrijwilligers op een heel aantal afdelingen. Er staat een tafeltje en er liggen een aantal objecten op. Die zijn natuurlijk niet heel kwetsbaar. Die mag je oppakken. En zo'n vrijwilliger die is geïnstrueerd en die vertelt daarover. En dat is een ongelooflijk succes. Daar staan echt mensen voor in de rij. Dus je ziet die enorme behoefte, niet alleen bij verzamelaars, maar ook bij museumbezoekers en geïnteresseerden, om dat tactiele, wat eigenlijk die objecten waar ze ook om vragen, en zeker deze objecten, daar zal Koos nader op ingaan. Dus dat is uiteindelijk allemaal bij elkaar gekomen en dat vieren we vandaag ook met een borrel achteraf en we zijn daar heel blij mee. Dus de handelingssessies, ja, dat zal waarschijnlijk in het najaar gebeuren. Een aantal objecten die het museum in bruikleen heeft genomen zullen wel vanaf half april in de vitrine op de benedenverdieping van het paviljoen te zien zijn. En hier krijgt u vast een voorproefje.
En we komen daar dus zeker op terug. Op den duur zullen we ook de objecten, want het is de bedoeling, natuurlijk niet de bedoeling dat het eeuwig in de bankkluis blijft zitten. Dus we hebben al gesproken met een aantal musea, zoals Prinsessenhof, waar bijvoorbeeld de keramiek uit deze schenking in langer bruikleen zou kunnen, zodat het ook voor zoveel mogelijk mensen te zien zal zijn. Want dat is natuurlijk waar deze objecten, ieder kunstobject, uiteindelijk voor bedoeld is. En zo hopen we zoveel mogelijk mensen daarvan te laten genieten en daar meer over te informeren. Dit in het kort over hoe het allemaal is gegaan en waarom we dat zo hebben gedaan. En we zullen u op de hoogte houden van deze handelingssessies. U zult er begrip voor hebben dat u niet altijd meteen allemaal tegelijk terecht kan, maar we zullen zorgen dat er voldoende groepjes komen om voor wie geïnteresseerd is, dat die zich kan aansluiten. Dan wil ik heel graag, Pieter, ik geef jou weer het woord terug om Koos de Jong te introduceren. Dank René. Ja, en zoals bekend, René is verantwoordelijk ook voor de schenkingen en legaten van de vereniging. U kunt altijd met haar contact opnemen als er vragen zijn, als u dingen overweegt of daar meer over wilt weten. Ja, Koos, er is al, het gaat trouwens om 77 voorwerpen. Goed, ik ga Koos introduceren en het is echt iets moois dat we kunnen doen. Ja, Koos heeft een lange loopbaan achter de rug. En hij heeft kunstgeschiedenis en archeologie gestudeerd in Amsterdam. Hij heeft project management gedaan bij Twijnstra Gudde. Management gedaan voor culturele overheidsfuncties. Was bij de Baak in 1992 en heeft gepromoveerd in 2020. Hij is lang wetenschappelijk medewerker geweest van het Amsterdamse Historisch Museum. Ook bij het Provinciaal Overijssels Museum in Zwolle. Was directeur van het Provinciaal Overijssels Museum. Van 1985 tot 1994 was hij hoofdafdeling collecties en plaatsvervangend directeur van de Rijksdienst Beeldende Kunst in Den Haag. Dan is hij nog directeur geweest van het Openluchtmuseum Zaanse Schans in de Zaanstad. Directeur van het Zaans Museum in Zaanstad. Directeur van het Europees Keramisch Werkcentrum in 's-Hertogenbosch van 1999 tot 2009. En daarna zelfstandig onderzoeker en publicist op het gebied van vroege Chinese kunst en Oosterse tapijten. En hij was ook nog medewerker van de UvA als promovendus. En in 2020 is hij dan gepromoveerd met het proefschrift Vroege Chinese miniaturen, de ontsluiering van een cultureel fenomeen. En dat wordt nu gevolgd door de prachtige boekpublicatie Small China, Early Chinese Miniatures. En daar krijgt u nu een prachtige voorpresentatie van. We hebben na de presentatie tijd voor vragen. Dus liever niet tijdens de lezing, want de lezing is een lopend verhaal, dat begrijpt u wel. Maar nadat Koos klaar is, dan zullen wij de gelegenheid geven voor het stellen van vragen. Dan daarna hebben we de borrel en daar hebben we ook nog een verrassing in petto. René, maar dat vertel je later. Goed, dank u wel allemaal. Koos, aan jou het woord. Die doet het niet. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Beste leden van de vereniging, lieve familieleden, die zijn er ook een paar. Er zijn vrienden en bekenden, er zijn zelfs een paar oud-collega's van me in de zaal. Fantastisch dat jullie er zijn en dat jullie, wat misschien wel de eerste lentedag van dit jaar is, dat jullie dat ervoor over hebben gehad om toch hier in deze donkere zaal te gaan zitten. Waardeer ik zeer. Maar voordat ik verder ga, doe ik iets wat ik altijd doe. Ik wil namelijk weten of je mij kunt verstaan. Is er iemand die mij niet kan verstaan? Steek dan even uw hand op, want ik
heb zelf eindeloze congressen meegemaakt waar er geen bal te verstaan was van wat ik hoor. Dus ik weet wat het is. Goed. Die doet het. Ik begin met deze vraag. Van waar dit ongebruikelijke onderwerp? Want het is natuurlijk een beetje ongebruikelijk. Zal u zo meteen, als ik met mijn verhaal van Walsteek wel snel duidelijk worden. Het is ongebruikelijk. Er was misschien een voorbode. Ik heb het niet in mijn proefschrift vermeld, omdat ik het me toen nog helemaal niet bewust was. Maar toen ik nog eens in mijn eigen collectie rondkeek en een paar dozen verderop ook nog, toen kwam ik dit beeldje tegen. En dit beeldje, het is echt waar, heb ik gekocht op het Waterloopplein toen ik een jaar of 16, 17 was. En wat stelt het voor? Een zittende geleerde, gemaakt van een betrekkelijk goedkoop soort aardewerk, wat in kanton werd vervaardigd. En het is niet zo oud, ik denk dat het begin eerste helft 20e eeuw is. Maar het is natuurlijk wel grappig dat het een miniatuur is. En dat het een Chinese geleerde voorstelt. Dat was het eerste wat ik kocht. En ik weet ook nog wat ik ervoor heb betaald. Dat was 5 gulden. En dat kon 5 gulden kosten, omdat wat die geleerde in zijn hand houdt, in zijn rechterhand, dat is of een boekrol of een scepter. En dat stukje is afgebroken. En daarom kon ik het betalen toen ik een jaar of 16 was. Ja, die dingen kunnen zomaar gebeuren en die bepalen dan natuurlijk je hele levensloop. Dat snapt u wel, of niet. Maar ik vond het te leuk om het u niet even te laten zien. Dit gaan we afslaan, want ik ben net voortreffelijk ingeleid. Ik had u even willen vertellen, waar komt het verhaal nou vandaan? Nou, hier dus vandaan, dus daar gaan we snel langs. Zo'n beetje vlak voordat ik ophield met te werken als directeur in 2000. Een jaartje daarvoor was ik nog op reis in China, waar ik vanaf 1993, 1994 ongeveer jaarlijks kwam. Ik vond altijd wel een goede smoes om die kant op te gaan. En als het niet zakelijk was, dan ging ik met vakantie of op eigen gelegenheid er naartoe. Maar op een van die reizen in 2008 was dat, meen ik, moest ik een lezing geven in Fuping in de provincie Shaanxi. Over het keramisch werkcentrum ongetwijfeld. En vlakbij was in een nabijgelegen plaats in Wainan, was het Yaozhou Ceramics Kiln Museum. En daar ben ik natuurlijk gaan kijken. En een prachtig museum, als u ooit in de buurt komt, moet u zeker gaan kijken. Het is ook heel groot. Maar er is ook een binnenmuseum en daar trof ik in de vaste opstelling, in een kleine vitrine, zo groot, deze 3 beeldjes aan. En u snapt het al, het zijn miniaturen. Maar dat stond er niet bij. Wat erbij stond is dat het gemaakt was in de Song-periode, dus zo ergens in de 10e, 11e, 12e eeuw, zo, die tijd. En er stond ook bij dat het linkervuurtje is een meisje, in het midden een official, dus een ambtenaar, en aan de rechterkant een priester, kan je zien aan zijn puntmuts. Ik zeg het maar even oneerbiedig. Maar dat was het. Dus wat stelt het voor en waar is het gemaakt en hoe oud is het? Dat was het. En dat integreerde mij, want ik dacht, ja, maar waarvoor dienden die dingen dan? Wat was de functie van die dingen? Daar werd niet over gerept. Ik weer naar huis. Ik ben vast wel eens even in mijn eigen collectie gekeken, want ik verzamelde al vanaf mijn studententijd, begon ik al, toen had ik wat ietsje meer geld, begon ik al toch al een beetje Chinese keramiek te verzamelen als student kunstgeschiedenis. En dat kwam omdat er een keer een werkcollege was over Chinees kraakporselein. En dat heeft mij toen heel erg geboeid en zo ben ik ook zelf gaan verzamelen en ging ik in mijn vrije tijd, want het had nooit iets met mijn werk te maken, maar in mijn vrije tijd ging ik die Chinese kunsten ging ik erover lezen en bestuderen en verzamelen. Dit was dus de eerste keer dat ik geconfronteerd werd met echt met miniaturen.
dat ik me bewust werd dat er zoiets was als miniaturen. En een paar jaar later, u herinnert zich ongetwijfeld de heropening van het Rijksmuseum en de opening van het nieuwe Aziatische paviljoen. Daar trof, dat was de tweede keer dat ik geconfronteerd werd met een groepje van miniaturen. Links in die vitrine stonden zo'n 10 verguld bronzen miniatuurtjes die daar ongetwijfeld waren opgesteld. Mooie groep, allemaal uit de collectie van deze vereniging. Allemaal niet groter dan zo. En dat groepje gaf bij elkaar een prachtige overzicht van de allervroegste ontwikkeling van boeddhistische beeldhouwkunst, klein formaat, in de eeuwen vanaf zeg maar zo de 3e, 4e eeuw begint het heel voorzichtig en dat gaat dan zo door. En dat was duidelijk de opmaat naar dit prachtige houten beeld, een groot formaat beeld, want dit is iets van 110 centimeter hoog, een van de topstukken van het Rijksmuseum. En ik hecht er ook even aan om u op te wijzen dat dat miniaturen zijn, maar dat die eigenlijk niet zo, behalve het formaat, niet zo erg veel anders zijn dan de echte beelden op groot formaat. Neemt u van mij aan dat alle miniaturen die u straks de revue ziet passeren, dat er altijd dus een soortgelijke voorstelling, maar dan op groot formaat te vinden is. Ik heb dat ook in het kader van mijn onderzoek altijd in een aparte file bijgehouden, dat je altijd kon aantonen dat er dus van hetzelfde ook een groot formaat te vinden is, ergens in een collectie of wat dan ook. Goed. Vanaf 2009 verruilde ik mijn hobby, want toen kreeg ik alle tijd. Ik hield meteen op met de baas spelen over anderen. Dat had ik al 35 jaar gedaan, daar was ik wel klaar mee. En ik ben vanaf die dag ben ik alleen nog maar me gaan bezighouden met wat toen mijn hobby was. En vanaf dat moment zeg maar mijn volle werktijd in beslag nam. Met die verstand dat ik niet meer in dienst was. Dat kon ik zelf bepalen en uitmaken. Maar wel een belangrijk moment voor mij. Die tijd besteed ik niet meteen aan miniaturen. De eerste paar jaar heb ik me bezig gehouden met iets heel anders. Ook tapijten hebben altijd mijn belangstelling gehad. En ik ben me gaan specialiseren in Chinese en Tibetaanse tapijten. Ook niet zo'n heel alledaags onderwerp, maar daarbinnen ontdekte ik een bepaald type tapijt waar überhaupt heel weinig over gepubliceerd was. Namelijk tapijten die gebruikt werden op paarden, muilezels, ook kamelen. En dat ben ik gaan uitzoeken en dat onderwerp heeft zich later verbreed tot alles wat te maken heeft met de tuigage van paarden. En dan niet alleen maar die objecten zelf, maar ook de hele cultuur eromheen. De cultuur, nou kortom, daar heb ik een boek over geschreven. Zelf geschreven in het Engels. En ik heb een dame gevonden in Hongkong die het in het Mandarijn-Chinees heeft vertaald. Dus het is een tweetalige uitgave geworden die ik, toen ik niet direct een uitgever kon vinden, heb ik het maar zelf uitgegeven in Hongkong. Het leuke is, zo wordt alles opeens toch weer actueel, dat ik vanochtend te horen kreeg dat Jessica Harrison Hall van het Brits Museum mijn boek gelezen heeft. Dat is een boek van alweer een jaar of 6, 7 jaar oud. En die is daar zo enthousiast over dat ze contact met mij heeft opgenomen, dat ze van de zomer iets met dit onderwerp wil gaan doen. En dat is leuk, want dat geeft mij mooi de gelegenheid om haar ook een beetje warm te laten lopen voor die miniaturen. Dan kunnen we daar misschien in de toekomst ook iets mee. Over mijn proefschrift heeft u het al gehoord. Dat volgde dan in 2020. En vandaag bleven dan een jaar later, 2 jaar later inmiddels alweer bijna, de handelseditie. Want zo'n proefschrift, ach, u kent het wel, je moet aan van alles voldoen en het moet allemaal kloppen. Maar het is onleesbaar.
dat moet je je vrienden en bekenden niet aandoen. Dus je moet dat verhaal herschrijven tot iets wat mensen wel willen lezen. En dat noem je dan een handelseditie. Maar dan krijg je wel een probleem, want je moet het ook nog uitgeven. Laten uitgeven. Anders komt het namelijk niet in de boekhandel. En ik ben zo gelukkig geweest om een uitgever, hij is hier vandaag in Duitsland, een gerenommeerde uitgever, Arnoldsche, in Stuttgart. En die heeft het avontuur aangedurfd om de handelseditie van mijn boek te gaan uitgeven. Dat is voor mij belangrijk, want daarmee raakt het boek ook echt wereldwijd verspreid. Dat kan je zelf niet doen. Mijn eerdere boek in Hongkong ligt niet in de boekwinkel. Dus dat is voor mij heel belangrijk. En ik zal straks, voordat ik het zelf vergeet, en René, wil je mij er nog op attenderen? Natuurlijk ben ik er buitengewoon trots op dat ik Pieter Arjens Kappers, de voorzitter, straks het eerste exemplaar mag aanbieden. Dus hou me eraan dat dat gebeurt. Ik kom nu toe aan de vraag, wat is eigenlijk een miniatuur? Dat het klein is, dat heeft u wel gesnapt, maar daarmee ben je nog niet. Want de gesp van een riem is geen miniatuur. Dat is niet de verkleinde versie van iets wat in het groot bestaat. En deze meneer, een Joodse psychiater, geboren in Polen, in Pressburg, maar heeft zijn jeugd doorgebracht in Wenen en is daar ook, heeft daar ook medicijnen gestudeerd. En ik noem niet voor niets dat hij Joods was, want in 1939 moest hij natuurlijk maken dat hij wegkwam uit Wenen vanwege de nazi-vervolging. Toen is hij via Londen, waar hij allerlei interessante mensen tegenkwam, een paar maanden verleden, is hij in New York terechtgekomen en heeft zich daar behalve ontwikkeld tot een uitstekende psychiater, maar was hij in zijn vrije tijd ook nog eens een keer gerespecteerd kenner van vroege Chinese kunst. En hij is de eerste geweest die ook miniaturen is gaan verzamelen. En hem komt ook de eer toe om überhaupt wat je officieel noemt de objectcategorie, dus een apart type objecten, namelijk miniaturen, om überhaupt daar dat te noemen, dat dat een aparte categorie was. Hij heeft uit zijn verzameling, heeft hij in het Asian Art Museum, of het Art Institute in New York, heeft hij in, ik meen even uit mijn hoofd, 1977, ja, daar staat het, heeft hij een tentoonstelling mogen samenstellen, hij heeft er ook een klein boekje, de catalogus bij geschreven. En hem komt dus de eer toe dat hij als het ware die miniaturen ontdekt heeft. Zijn definitie, kort en krachtig samengevat, was: What is a miniature? It's an object that must also exist in large size. And don't you forget it. Toen ik aan de slag ging, een aantal jaar geleden dus, toen was dat een prima definitie om mee te beginnen, maar niet om mee te eindigen. Ik vond dat dat nader gepreciseerd en scherper geformuleerd diende te worden. Dat heb ik dus gedaan. Ik lees het u voor, opdat u het niet vergeet. Miniaturen zijn autonome, dus op zichzelf staande. Het mag niet een onderdeel zijn van iets, het moet op zichzelf staande. Autonome, driedimensionale, door mensen gemaakte objecten van een handzaam formaat, letterlijk, dat wil zeggen niet groter dan een centimeter of 10, die een opzettelijk verkleinde versie zijn van eenzelfde object of ware grootte. Dat is de definitie die mijn promotor kon velen en die ook geaccepteerd werd als de wetenschappelijke definitie die erbij past. En nou kom ik toe aan die vraag, waarvoor werden die dingen nou gemaakt? En ik vertel je net, ik ben veel in China geweest. Ik schat een keer of 20, 25 keer, zoiets, al met al. Elke keer toen ik eenmaal vanaf 2010 zo ongeveer
met dat onderwerp zo'n beetje al in mijn hoofd. En ging vragen en naar ging kijken en naar ging zoeken. Als ik dat dan aan orde stelde in China, dan zeiden kunsthandelaren of museumconservator, of zeiden ze, nou, het zijn twee dingen. Het zijn of grafgiften of het is speelgoed. En toen dacht ik van, nou, dat is een beetje weinig. Dat kan toch niet waar zijn dat het alleen maar dat is geweest. Het is ook niet zo, want u ziet hier waar mijn studio op is uitgedraaid. Ik heb in totaal 10 verschillende functies gevonden. Ik loop ze even snel langs. Het zijn insignes, dus hoogwaardigheidstekens. Dingen waarin je kan zien dat iemand een hele hoge piet is, bijvoorbeeld. Het zijn sieraden, fetiches en talismans. Het zijn kledingaccessoires, grafgiften, dat was dus al genoemd. Devotionalia, dus heilige beeldjes. Even in gewoon Nederlands. Containers, doosjes waar je iets in kan bewaren. Muziekinstrumenten, speelgoed en zegels. Ik ga het u zo meteen allemaal voorbeelden ervan laten zien. Maar voordat ik dat doe, geef ik René, want die heeft een zaklantaartje. En dat moet erbij. René gaat zo meteen ergens aan de uiteinden van de rij een miniatuurtje aan iemand in handen geven. En de bedoeling is dat u dat, als u dat heeft bekeken in het donker met behulp van een lantaartje, dat u dat aan uw buurman of buurvrouw doorgeeft en zo verder door de hele zaal heen. En ik heb daar natuurlijk een bedoeling mee. Want wat geeft ze daardoor? Ze geeft door een miniatuur tempeltje met daarin een kleine afbeelding van een Boeddha. En we zitten hier in het half donker, u zeker. U moet zich eens goed voorstellen hoe het is als u, stel nou eens dat u deel uitmaakte van een karavaan die reisde via de zijderoute helemaal vanuit, Istanbul of Syrië, die gebieden, helemaal duizenden kilometers ver in die karavaan, die kamelen, wat tenten, je water en je voedsel, reis je dan duizenden kilometers ver naar China toe. Dag en nacht. Geen televisie, geen internet, geen computers, geen radio, niks. Alleen maar die kamelen die snurken en brullen en het ruisen van de wind en 's nachts pikken donker. En moet je zich voorstellen dat je daar dus als kameeldrijver of als pelgrim, dat je daar midden in zo'n woestijn zit of in de bergen zit, waar je dan mee te maken krijgt. Je hebt te maken met rovers, je hebt te maken met wilde dieren, je hebt te maken met droogte, met lawines, met sprinkhaanplagen. Kortom, je moet zich eens voorstellen aan wat voor gevaar je bloot stond. Dat was eigenlijk een wonder als je het eind van die reis haalde. En dan moest je dus ook nog weer terug. Stelt u zich dat nou eens voor. Die angst en ook dat en vooral als het 's nachts pikdonker was, hè, moet u zich eens voorstellen. En daarom dat ik ook wil dat u dat in het donker met dat lampje bekijkt. Stelt u zich voor dat dat lampje een klein olielampje is. En gelukkig heeft u als kameeldrijver een afspraak gemaakt met een monnik van een nabijgelegen klooster om uw reisverzekering te regelen. En wat is die reisverzekering? Dat is dat miniatuur tempeltje wat je in je zak kan stoppen en waar je bescherming kan vragen aan Boeddha. Dat is je reisverzekering. Die beschermt je tegen die gevaren. En net als dat lampje daar, wat zo langzaam, komt die monnik 's avonds met dat artikel naar u toe om u in het bezit te stellen van dat mini-tempeltje wat u als bescherming gaat gebruiken. Dat is fijn voor u, maar het is natuurlijk ook heel fijn voor die monnik, want die verdient daar wel een centje mee. Dat kreeg je niet voor niks, dat moest je kopen. Dus dat was een vorm van inkomsten voor het klooster. En ik wil aannemen dat die monnik een hele religieuze man of vrouw was.
En dan bracht hij wat dat minietje opbracht natuurlijk netjes naar het klooster toe om daar het dak van te laten repareren. Maar het kan ook wel een iets minder religieus iemand geweest zijn die gewoon dacht van nou, die hebben we binnen. En ik ga even langs het café om een kruikje met rijstwijn op te halen. Allebei blij, wou ik maar zeggen. Maar u moet even onthouden dat het een religieuze functie had. En voor de kloosters die het verkochten, een economische functie. Het was niet alleen maar een vroege vorm van reisverzekering. Het was ook een souvenir, als je het goed bekijkt. Dat is natuurlijk heel interessant, dat er dus meerdere aspecten aan zo'n miniatuurtje zitten. En dit is er maar één. Dit zijn behoort tot die devotionalia waar ik het net over heb gehad. Goed, ik beloof u, u krijgt van al die functies een voorbeeld. Ik begin met de oudste. Deze, het is hier nu helemaal opgeblazen, maar het is maar zo groot, hè? Het is maar 3-4 centimeter groot. Het is gemaakt van jaren. En het stelt voor, en daar zijn de geleerden het niet helemaal over eens. Ik vind toch wel degelijk dat het een uil voorstelt, maar sommigen willen daar toch nog niet aan zeggen. Ja, het zou ook nog wel een adelaar kunnen zijn. Nou, laten we daarop houden. Een roofvogel. Maar aan de achterkant van de kop van die vogel, er zitten twee gaatjes. Daar kan je een koordje doorheen halen en dan hang je het om je nek. En als je dat om je nek hebt hangen, dan ben je een hoge piet. Dan ben je of een chief, hoe zeg je dat, een stamhoofd, of je bent een sjamaan, een priester. En in beide gevallen, als je een gewoon iemand was, en er kwam, dan moest je wel even diep door je knieën buigen om je respect te betonen, want dit betekent dat het een belangrijke figuur was. De oudste vorm van miniaturen. Iets wat je om je nek hing als teken van hoogwaardigheid. De volgende is ook zoiets. Het is ook maar klein. Het stelt een draakje voor, ook weer van jade gemaakt. En hier is iets grappigs mee aan de hand. Dit is gemaakt in het Neolithicum, de nieuwe steentijd. Dat ziet u daar onder in de tekst. 4 tot 3000 voor Christus stelt een draakje voor. Het is dus gemaakt als teken van hoogwaardigheid. Want behalve die uilen of die adelaars, kon dat ook een draak zijn. Maar deze is gevonden in een graf van een concubine, dus een bijvrouw, die dit als kostbare sieraad in haar graf meekreeg. Dus je ziet hier een mooi voorbeeld. Eerst plaats natuurlijk een nieuwe functie, die van sieraden, maar u ziet ook een voorbeeld van een secundair gebruik. Het is gemaakt ooit 4-3000 voor Christus als teken van hoogwaardigheid en later heeft het de functie gekregen van sieraad. Nog een heel interessant miniatuurtje en ik verklap je alvast. Mijn goede vriendin Feng Shunma, die zit hier in de zaal en die heeft mij beloofd dat zij dit miniatuurtje meebrengt. Dus als u haar straks vriendelijk aankijkt, dan laat ze het u vast wel eventjes zien. Wat stelt dit voor? Dat heeft u wel al in de gaten. Dit is ook weer zo groot. Het stelt een moeder met een kind voor. Of ze dat kind een borst geeft, is niet helemaal duidelijk, maar ze houdt het in ieder geval aan haar borst. En hier is iets bijzonders mee aan de hand. Nou, ga ik even opnieuw kijken of de pointer werkt. Nee, maar ik wijs u wel aan, als u goed kijkt, ziet u dat het kopje, dat er een soort merkwaardige streep onder haar kin loopt. Dit kopje is afgebroken geweest. En toen het teruggevonden werd bij een opgave, of wie er dan ook maar aangekomen is, is het kopje weer opgelijnd en een beetje nogal niet al te professioneel, gewoon een beetje bijgeschilderd om er weer een mooi beeldje van te maken. Wat is er met dit beeldje aan de hand? Dit beeldje functioneerde, en dat is dus één van die functies waar we het over hebben, als fetisj. Want vrouwen kochten zo'n beeldje om het onheil van een miskraam of een misgeboorte mee af te wenden. Dus ze kochten zo'n beeldje, braken het hoofd af, of een familielid deed dat, dat kan natuurlijk ook. En dan werd het begraven, want die dingen werden vaak teruggevonden met heel veel bij elkaar op dezelfde plek. En altijd met het afgebroken hoofdje erbij. Dat zijn niet altijd alleen maar moeders met kinderen. Het kunnen ook
kinderen zelf zijn, dus de jongetjes, meisjes ook. Dus kinderen of moeders met kinderen, maar die dienden altijd om dat onheil af te wenden. Nou, waarom weet ik dat nou zo zeker? Hier ziet u een miniatuur, dat is iets groter eigenlijk. Moet ik eerlijk zeggen, deze is 13 centimeter, ruim 13 centimeter. En dit komt uit Thailand. Ik heb nog geleerd dat je dat Sawang Kalok noemde, maar inmiddels ben ik er wel achter dat in Thailand zeggen ze Sang Kalok. Maar waar het mij even om gaat, dat ook hier het hoofdje is afgebroken en weer gelijmd. En dat het dus een functie was die niet alleen in China verspreid was, maar ook in Zuidoost-Azië. Dus Thailand, Burma enzovoort, Vietnam en zo. Een paar jaar geleden was ik in Bangkok en toen trof ik er een heleboel aan. En ze hebben er één kopje weer opgeplakt, ziet u, om te laten zien wat de functie er was. Dus ziet u ook de breuklijn. Daar helemaal rechts en verder rechts zijn ze allemaal zo met die afgebroken kopjes teruggevonden. Was nog niet bekend, dames en heren. Dus dat is een van de mooie bijvangsten van zo'n proefschrift. Dat je, behalve dat het gaat over meteor, maar dat er ook nog op onderdelen allerlei nieuwe dingen uitkomen die dingen kunnen verduidelijken. Ik ga snel verder. Dit is alweer zoiets. Dit is namelijk een gordelknop in de vorm van een jongetje. En als ik het heb over een gordelknop, dan moet u dat niet verwarren met een gordelknoop. Maar letterlijk een gordelknop. Waarvoor dienden deze dingen? Als je iets aan je gordel wilde ophangen, en dat moest wel, want kleding met zakken, hadden ze toen niet in China. Dus als je iets bij je wilde dragen, een schaartje of eetgerei of medicijn of wat dan ook, dan hing je dat in een beursje of in een zakje, wat dan ook, aan je gordel, aan een koordje. En dat koordje haalde je achterlangs je riem en dat zat dan vastgeknoopt aan een vorm ongeveer zo groot, wat moest blijven haken achter je riem. Je kon het dan wel heen en weer schuiven, wat best handig is als je gaat paardrijden of iets gaat doen, maar het bleef door die knop haken. En kon het er ook weer heel makkelijk natuurlijk weer onderuit, maar het mocht er niet van afglijden. En dat is nou precies, vond ik uit, het verschil tussen een hanger, waarbij het gat of bovenin of onderin zit, want dat moet letterlijk hangen, maar bij een gordelknop, in het Engels noem je dat een toggle, gaat het er juist om dat het blijft haken. Dus dan moet je dat gat niet aan het uithouden, want dan glipt hij daarachter langs. Nou, u kent dit, het gebruik van een dergelijk voorwerp wel, want u weet allemaal wat netsukees zijn. Tenminste, bijna allemaal, denk ik. Zeker na het prachtige boek van Edmund de Waal, die The Rabbit with the Amber Eyes, wat velen van u gelezen zullen hebben, weet u dat. Evenwel, die Japanse netsukees, die dateren vanaf het midden van de 17e eeuw. Deze gordelknop dateert, zoals u ziet, uit het begin van de uit het 12e of het begin van de de 14e eeuw. Maar er zijn er nog veel oudere. Die laat ik u nu niet zien. Maar er zijn al gordelknoppen bekend uit de Shang-periode. Dus zeg maar zo 1700, 1500 voor Christus zijn de oudste al teruggevonden. Inmiddels. Goed, dat is dus de functie van het ding. Er is nog iets anders waar ik u op wil wijzen. U ziet dat jongetje, want het gaat hier om een jongetje, dat zijn gezicht beschilderd is. En er zijn twee mogelijkheden om die beschildering te duiden. De eerste mogelijkheid is dat het gaat om het kind van een acteur, want er werden theaterstukken, de voorlopers van de Chinese opera, die werden opgevoerd door artiesten en de hele familie, van opa tot en met de kleinste, moesten meedoen om geld te verdienen. En ik laat u hier zo'n theatergroep zien met beschilderde gezichten. U ziet verschillende van die gewitten met beschilderde gezichten. En het leuke is, dit is een muurschildering
uit de UN-periode, dus uit de 14e eeuw. En verdorie zegt, er is ook nog een foto van precies zo'n groep uit 1930. Precies nog hetzelfde. Gewoon ergens met een lap op een paar palen en dan die hele troep die daar bezig is, beschilderd en al om daar hun stuk op te voeren. Dit is de oorsprong, dames en heren, van de Beijing-opera, de Peking-opera. In allerlei regionale varianten overigens. Maar dat voert te ver om daar nader op in te gaan. Echter, ik ga nog even terug. Er is ook nog een andere mogelijkheid om dit te duiden. Het zou ook heel goed kunnen, en ik heb eigenlijk een lichte voorkeur nu voor dit laatste, dat de beschildering duidt op een lotusbloem. En in het Chinees, als je iemand zoiets cadeau deed, dan wens je het echtpaar of de vrouw die dit kreeg toe dat ze heel veel zonen ging baren. De Chinezen hebben daar een uitdrukking voor. En dat houdt in Lien Sheng Gui Si. En dat is, mogen u veel succesvolle zonen baren. Dit gaf je dus als geschenk. En dan zie je alweer een dubbelfunctie, want het was, vertelde ik u, en een gordelknop, maar het diende natuurlijk ook als cadeautje. He, dus dit gaf je bij voorkeur ook graag aan een jong stel wat net getrouwd was. En bracht je daarmee tot uitdrukking dat mevrouw aan het werk moest om heel veel zonen te gaan baren. Goed. Nog een functie, die van grafgift. We kijken nu naar een varken van jade gemaakt. En ik moet je voorstellen, als iemand doodging, dan werd hem van alles meegegeven in het graf. Om ervoor te zorgen dat in het leven na de dood, dat het aan niks ontbrak. Als hij daar de centen voor had, natuurlijk. Hè. Niet iedereen krijgt, maar als je wel gesteld was, dan kon je dit betalen. En dan gaf de familie je in je hand twee jade varkens mee als teken van welstand. En een varken betekende al lang voordat dit varken werd gemaakt, deze dateert uit de handperiode, dus zo rond het begin van onze jaartelling. Maar varkens zijn eigenlijk vanaf het allereerste begin altijd een teken van welstand geweest. Als je een varken had, dan had de familie te eten en dan was je rijk. Wij kennen dat ook, want u weet vast wel, wij hadden spaarpotten in de vorm van een varken. Dus dat is iets wat niet alleen maar zich beperkt tot China. Het hebben van een varken was wereldwijd, dan had je wat. Had je te eten, was je rijk. Dit is een, u bent al een tijdje bezig met een heilige beeldje, met een tempeltje, met een heiligin. Dit is een van de alleroudste afbeeldingen van Boeddha. Boeddha, het boeddhisme, is niet in China ontstaan, maar in Noord-India, maar kwam al vrij snel, na een aantal eeuwen, waaide dat over via allerlei karavanen en handelaren, kwam het in China terecht vanaf ongeveer de Han-periode. En dit bronsje is dateert uit de 4e eeuw en stelt de Boeddha voor op de leeuwentroon. Links en rechts van zijn troon, waar hij met zijn armen, dat zijn leeuwen. En dat is een teken van koninklijke afkomst. Dit is ook zo'n voorbeeld van klein kon je kopen. De vergulding wees op het goddelijke aspect, het heilige aspect. Het was stevig, het brak niet makkelijk, je kon het in je zak doen, je kon het op reis met je mee en je kon elk moment dat je het wilde, kon je dus je wenden tot Boeddha om bijvoorbeeld bescherming af te smeken en te bidden. Nog een functie, die van doosjes. Dit is een doosje links, van gemaakt van amber. Daaraan bevestigd is een gouden kettingje. En rechts ziet u een muurschildering van min of meer uit dezelfde periode, waarbij u precies zo'n doosje opgehangen ziet aan de gordel van die meneer. Ziet u? En in die doosjes kon je van alles bewaren. Ik zei het net al, medicijnen, kleine kostbaarheden, briefjes, noem het maar. Wat je aan kleinigheden op het lijf met je mee wilde dragen.
Amber is al heel vroeg in gebruik geweest. De Chinezen dachten dat dat de gestolde geest van tijgers was. In werkelijkheid is amber een hars die van bomen afdruppelt, valt, in de grond terechtkomt en duizenden, miljoenen jaren later bijna versteend, ook van kleur veranderd. Wordt erg mooi en het wordt in China, heeft dat heel veel status en werd dat dus gebruikt om allerlei voorwerpen, ook zegels, maar ook dit soort doosjes. Dit doosje is in de vorm van een zwaan. Amber. Kom er straks nog wel even op terug. Muziekinstrumenten noemde ik al. U ziet, ik kom er nog één keer op terug, elk miniatuur heeft ook een grote broer. Links ziet u een klokkenspel. Dit werd opgehangen, die zulke grote klokken van brons, in een houten stelling. En er stond een kerel voor met stokken. Dus er zit geen klepel in, maar met stokken werd daar opgeslagen. En zo'n klokspel was een essentieel instrument in een muziekgezelschap. De verkleinde, dus de miniatuurversie, aan de rechterkant is maar zo groot. Het is een belletje, er zit wel een klepel in. Maar u ziet ook aan de versiering dat dat nog teruggrijpt op die iets oudere klokken die een paar honderd jaar eerder ontstaan zijn dan dat belletje. Waar werden die belletjes voor gebruikt? Die werden of gebruikt om aan een lijkbaar op te hangen. Als je dan met het lijk de familie door de straten, dan rinkelde dat. Het werd ook gebruikt om aan de halsketting van paarden of honden te binden. Dan hoorde je waar je hond was. En de derde mogelijkheid is dat het soms ook werd opgehangen aan de uiteinden van die typische Chinese daken. Dan zijn het windklokjes. Allemaal functies voor die kleine belletjes die ontstaan zijn, naar voorbeeld van die grote klokken die in een klokkenspel functioneerden. Nog een functie, die van inderdaad speelgoed. In dit geval een houten popje met kleding van zijde, teruggevonden in de Taklamakan-woestijn door een beroemde archeoloog, Oral Stein, aan het begin van de 20e eeuw daar tijdens een expeditie gevonden. Berust nu dit popje in het British Museum. Popjes dus. Niet alleen popjes, maar wel degelijk ook popjes. En speelgoed werd overigens niet alleen maar door kinderen gebruikt. Speelgoed werd ook gebruikt door volwassenen. Daar kom ik straks nog wel even op terug. En als laatste functie die van zegels. Zegels gebruik je om een stempel te zetten, om een document om de authenticiteit van een document vast te stellen. En waarom het meegenomen wordt onder de miniaturen, is dat bijna alle zegels qua handvat zo zeer een voorstelling hebben dat ze ook als decoratie op tafel, als je dat niet gebruikt, dan had het toch in de vorm van een hond of iets anders. Maar vele voorstellingen en in die zin heb ik het dus ook meegenomen als miniatuur. Dus het beeldbepalende element maakt dit tot een miniatuur. Voor alle duidelijkheid. Ik zou het nader moeten toelichten, maar dat gaat voor deze lezing iets te ver om u dat helemaal met u te gaan doorexerceren. Dat laat ik uit mijn hoofd. Wat stelt dit ivoren zegel, zo groot, voor? De Dharma Chakra, dat is de leer van de Boeddha, die leert hoe je de verlichting, het nirwana, kunt bereiken. En dit zegel is door de keizer, de vroeger Ming-keizer Yongle, waarschijnlijk cadeau gedaan aan een Tibetaanse lama. En voor mij is dit zegel in het kader van deze lezing ook nog belangrijk, omdat als ik het heb over vroege Chinese miniaturen, dan betekent dat ik het onderzoeksgebied heb afgerenst van pakweg 5000 voor Christus tot 1424. Dat is namelijk het sterfjaar van keizer Yongle. En waarom heb ik dat gedaan? Dat is niet mijn uitvinding, maar het is algemeen gangbaar in de Chinese kunstgeschiedenis dat zeg maar de cultuur, de kunst en alles wat daarmee samenhangt, tot en met
de regeringsperiode van deze vroege Ming-keizer, begin 15e eeuw, min of meer een doorlopende ontwikkeling was. Met andere woorden, de stijl van allerlei voorwerpen, kunstvoorwerpen uit zijn regeringsperiode wijken nauwelijks af van soortgelijke voorwerpen van een paar honderd jaar daarvoor, tot en met de Yuan-periode, wat de voorlaatste dynastie is. Na Yongle gaat de boel dicht, letterlijk. Yongle was een keizer die floten de hele wereld overstuurde, internationale contacten legde, liet onderzoeken. Daarna was het afgelopen. Toen kreeg een partij, zijn opvolger, stond sterk onder druk. Ik kan u dat niet helemaal uitleggen, maar in ieder geval, er werd rigoureus mee gestopt met dat open naar de wereld toe, dat onderzoek onder gedachte. Dus China ging op slot. En dat hebben ze geweten, want daardoor ontwikkelde het land zich niet meer verder en heeft het uiteindelijk ook een dure prijs moeten betalen, omdat in de 19e en begin 20e eeuw de westerse mogendheden China moores hebben geleerd. Omdat zij wel die technologische vooruitgang maakten. En als ik maar eventjes dit mag afronden, dit wat minder plezierige deel, zeker met wat er nu in Oekraïne gebeurt, moet zich voorstellen dat in 1860 en het rond 1900 gebeurde het nog een keer, dat de westerse mogendheden met 7 kanonneerboten in staat waren om tegen de Chinezen te zeggen, als jullie niet doen wat wij zeggen, gooien we heel Beijing plat. En als voorbeeld hebben ze even het Zomerpaleis afgebrand. En dat zijn de Chinezen niet vergeten, kan ik u verzekeren. Maar waarom vertel ik u dat? Om duidelijk te maken dat er vanaf dat jaar 1424, als de westerse wereld, denkt u aan de renaissance die in Italië begint, opengaat, in alle opzichten, qua kunst, wetenschap, gaat het in China dicht. Ik chargeer, maar het is wel zo. Vandaar dat ik er even bij stil wil staan. Goed, ik ga gauw verder, want u wilt nog vast nog wel eens even van me weten, ja, waar werden die miniaturen dan allemaal van gemaakt? Nou, we hebben al het een en ander zien voorbij komen. De oudste zijn gemaakt van jade en allerlei steensoorten die daar een beetje op lijken. Want in China is het heel lang zo geweest dat onze manier van materialen, steensoorten, plantensoorten determineren, dat bestond in Chinees. Alles wat groen was of een beetje doorzichtig was, was net zo goed als jade. Sterker nog, het werd vaak ook jade genoemd. Dus deze materiaalsoorten, ik noem ze even agaat, chalcedon, jasper, turquoise, serpentijnsteen, werd allemaal gebruikt om miniaturen, kostbare materialen, om miniaturen van te maken. En dat heeft alles te maken met die vroege functies van hoogwaardigheidstekens en sieraden. En wat is meer zei. Vanaf de Shang-periode, dan zijn we dus een paar duizend jaar verder, 1700 voor Christus, dan begint de bronscultuur. Dan vinden ze het maken van brons uit in, althans in China, in het Westen was het al eerder aan de hand. Dan zie je dus ook miniaturen gemaakt van brons, van ivoor, van goud en van zilver, van amber wat ik u net noemde, en ook van lakwerk. Maar in die tijd worden er ook miniaturen gemaakt van wat eenvoudige materialen, dus materialen die ook voor de gewone man en vrouw nog bereikbaar waren, namelijk keramiek, hout, been, tin, lood en ijzer. Komt allemaal voor, er zijn allemaal voorbeelden van. En dan nog veel en veel later, namelijk in de Song-dynastie, de 10e, 11e, 12e eeuw enzovoort, zie je een ander fenomeen, namelijk vanaf de Tang-periode, iets daarvoor, komt de handel op gang, vooral gericht op Zuidoost-Azië, en worden er allerlei exotische materialen, zoals rhinoceros, een neushoorn, hoorn, zeeschelpen, schildpad en koraal wordt er geïmporteerd. En alles wat van ver moest komen was natuurlijk kostbaar.
En die werden dus ook gebruikt om miniaturen van te maken. Ik ben het even langs gereisd, maar ik ga u natuurlijk een paar voorbeelden laten zien. Hier ziet u een hele gestileerde vogel. Zo gestileerd dat we niet eens meer kunnen zien om wat voor vogel het precies gaat. Maar het is een vogel, heb ik niet verzonnen, maar de archeologen die het hebben opgegraven. En u ziet nog net aan de linkerkant onder de kop het gaatje zitten. Dus dat was een hanger gemaakt, ongetwijfeld ook een teken van hoogwaardigheid, gemaakt van turquoise. Goud noemde ik als vroeg materiaal. Dit is een miniatuur oven. Een grafgift, maar zo groot, centimeter of 4, 5. En 6 zie ik daaronder. En dat is bezet met edelstenen. En de bewerking van dat goud met dat granulaat, dat zijn kleine bolletjes. Dat is een techniek die vanuit het westen, vanuit Perzië en Centraal-Azië is komen overwaaien. En dat komt omdat in die tijd China, vertelde u daar straks al, open stond voor andere culturen. En die kwamen via die zijderoutes, kwamen die Kirgizen en die Turkmenen en die Oeigoeren, kwamen allemaal via die zijderoutes naar China toe, brachten handel mee en ook nieuwe technieken. Dit is een techniek die, dit granulaat is op goud toegepast en is daar een mooi voorbeeld van. Dit is een van amber gemaakte, ook weer iets later uit de 13e, 14e eeuw, stelt een wagenmenner voor, zo groot, gemaakt van amber. Ongetwijfeld een grafgift. En een ander exotisch materiaal is dit lakwerkdoosje. Lak is een sap wat je aftapt van een bepaalde boom. Als je dat gaat gebruiken, u kent lak ongetwijfeld als dat rode type. Denkt u meteen, nou dat is lak, maar dat is niet zo. Dat die rode kleur is als je lak vermengt met een rode kleurstof. Lak op zichzelf heeft een bruine kleur. Dus die hele vroege lakwerkdozen, die zijn bruin, maar je ziet wel, als je het goed kijkt, dat er een beschildering op zit van rood en zwarte mooie lijnversiering. Maar ik geef het even als voorbeeld van een materiaalsoort gebruikt, in dit geval voor doosjes. Dit is een voorwerpje van been. Het is niet altijd ivoor. Soms is het ook van een goedkoper materiaal. Het is wel heel oud. Uit de 12e, 11e eeuw voor Christus, uit de Shang-periode. En het stelt een mythisch dier voor. Het is een hangertje wat je om je nek houdt. Dit is een scroll weight. Papiergewicht of textielgewicht, om het even. Het stelt een hert voor. Een hert is een symbool voor het bereiken van een hoge leeftijd. En zijn rug is ingelegd met een exotische schelp. Dus het voorwerpje functioneerde als gewichtje, wat een geleerde op zijn tafel had staan, om als hij een rolschildering of een tekst uitrolde, dan moest dat verzwaard worden. Want anders rolde het weer naar elkaar toe. Het zijn dus gewichtjes. En gemaakt van brons. En ik laat het u zien vanwege die exotische schelp. Die is gebruikt als ingelegd in de rug van dit dier. Deze hert. Dit type objecten kwam je tegen op de schrijftafels van geleerden, ambtenaren. Mensen die de taal, die het staatsexamen hadden afgelegd. De elite van de Maas, die hadden dit soort dingen op. En ik zei u er straks al, speelgoed was niet alleen voor kinderen. Volwassenen hadden ook speelgoed, bibeloos, met een Franse term. Dingen waar je zo lekker met je handen mee kan doen. Goed, we hebben het al gehad over jongetjes die een betekenis hadden als wens tot het krijgen van kinderen. Maar er is ook een andere, wat ik zou willen noemen, een indirecte of een geheime betekenis. En ik ga u daar meteen een voorbeeld geven. Letterlijk in Chinees zeg je shang ma ho. En dat wil zeggen aap rijdt paard. Maar als je dat iemand cadeau deed, bijvoorbeeld aan een ambtenaar, dan wenste je hem eigenlijk promotie toe. Want ho is
spreek je hetzelfde uit als het woord voor zijn homoniem voor markies of een hoge rang. Dat betekent dus, aap rijdt paard, maar betekent dus ook, mogen u promotie maken. En neemt u van mij aan dat bijna alle miniaturen altijd zo'n bedoeling of een wens of iets inhielden. Dus als je dat aan iemand gaf, dan wens je zo iemand kinderen toe, rijkdom toe, promotie toe, veiligheid, dat soort dingen. En dat is dus heel belangrijk, dat er altijd sprake is van een directe betekenis en van een indirecte betekenis. Maar alleen als je gestudeerd had, de taal machtig was, staatsexamen had afgelegd, dan kon je die geheime betekenis begrijpen. Ze beelden van alles uit, het moet een beetje op gaan schieten. Heilige beeldjes, dit is een bronsje, stelt Guanyin voor. Dit kollige, kleine jong, paar centimeter groot, stelt een kind in een kakstoeltje, of een, hoe noem je dat, kinderstoeltje voor. Maar kijk u eens hoe realistisch dit kind daar in zijn stoeltje zit. Dat is toch fantastisch. Dit is een fluitje in de vorm van een barbarenkop. Barbaren waren dus die westerlingen die met die karavaanroutes in China terechtkwamen. En daar werd een spot mee gedreven. En dit is zo'n barbarenkop, maar dan een fluitje. Er zitten drie gaatjes in en daar kan je op blazen. Dan brengt hij dat is dus een muziekinstrument. Dit is een penseellegger. Als je een natte penseel hebt waar je mee aan het kalligrafie of schilderen bent, dan wil je die niet op je mooie tafel leggen, want dan heb je een lelijke vlek. Dus die leg je op een penseellegger. En die penseellegger, gemaakt van blauw geglazuurd porselein, stelt twee kraanvogels op een boomstronk voor. En dat betekent, als je dat aan een ambtenaar cadeau geeft, dan wens je hem het bereiken van een hoge ouderdom toe. Want een kraanvogel is het symbool voor hoge ouderdom. Deze chimera is in Chinees bijtje, is een mythisch dier. Dus je had zowel realistische dieren, dieren die gewoon echt voorkwamen, maar je had ook mythische dieren. Landschappen, dit berglandschap, een Wushan, vijftoppige bergketen, kom er straks nog even op terug. Van jaren gemaakt, lag op tafel, kon je dus je penseel opleggen. Planten en bomen, dit is een bundel bamboestokken gemaakt van bergkristal. Vruchten, meloenen, appels muskaatnoten van verguld hout. Allemaal verschillende materialen, verschillende voorstellingen. Deze dame op een boot, ik denk dat het ging om een bordeel, want de dame, op de voorplek ligt een lotusbloem en dat is een toespeling op de functie van die boot, namelijk prostitutie die werd bedreven op een enorme schaal in steden op boten. Dit tempeltje gaat nu rond. Daarom ga ik er snel aan voorbij. Wapens, deze dolk, heel oud, 4 tot 2000 voor Christus, het stelt een dolk voor, hing je om je nek. Wapens dus. Vaatwerk, dit is een chicken head waterdruppelaartje, gemaakt van brons, ook weer heel klein, zo groot. Wat leuk is dat je dat dekseltje kan je heen en weer schuiven. Het functioneert dus echt. Deze kleding en schoeisel, dit is weer een zo'n gordelknop. De opening zit in het midden. En dit is heel bijzonder een schaakstuk. Schaakspel kwam niet uit China, is eigenlijk via Perzië en Centraal-Azië pas in de 11e, 12e eeuw in China terechtgekomen. En het ziet eruit alsof het een afgebroken stuk is. Het is niet waar. Aan de onderkant, als je goed kijkt, zie je echt dat de glazuur rondloopt en dat het een... Het werkelijk, dit is het hele object. Het is dus niet een halve afgebroken. Het is waarschijnlijk een pion van een heel vroeg schaakspel gemaakt van Suzhou. Steengoed, geglazuurd steengoed.
Ik had het er straks al even over Japanse deskundigen. Ik ga nu mijn verhaal afronden en ik licht nog heel snel even een paar aspecten eruit die ik onder uw aandacht wil brengen. Er is namelijk heel iets curieus aan de hand. Waarom zijn Japanse deskundigen nou zo bekend en heeft eigenlijk nog nooit iemand eerder gehoord van die miniaturen? Daar heb ik geen bewijs voor, maar ik heb er wel een theorie over. Ik denk dat in China, ach, dat is speelgoed voor kinderen, zeiden ze altijd tegen mij. Dat werd niet zo serieus genomen, dat was volkskunst. En als het volkskunst is, hoef je het niet zo serieus te nemen. Net als kunst gemaakt door vrouwen, hoef je ook niet zo serieus te nemen. Dachten we heel lang, denken we tegenwoordig wat anders over. Maar het was wel heel lang zo. Volkskunst kreeg ook die behandeling. Is niet bestudeerd, zelfs in China geen aandacht. Museum, mensen weten er niet van. Maar waarom dan wel die Japanse netsuke? Nou, omdat in de 17e eeuw die netsukes gedragen werden door belangrijke mensen die zich dat konden permitteren qua kleding en qua positie. En die dingen werden gemaakt door topartiesten, werden vaak ook gesigneerd, werd dus meteen herkend als volwaardige kunst en is ook zo bestudeerd en wordt wereldwijd verzameld. En er zijn boekenkasten over volgeschreven. En zo niet over Chinese miniaturen. En dat is toch een heel interessant aspect. Overigens zijn veel dingen in, die u van Japans, als Japans kent, eigenlijk hebben die een oorsprong in China. Denkt u eens aan bonsaiboompjes. Toen ik u net dat berglandschapje liet zien, dat is een verkleinde versie van een gebergte. Bonsaiboompjes is een verkleinde versie van bomen. Het voordeel van die verkleinde versie is dat je het voor je op tafel kan zetten. Dat je in een bos bent, wat voor je op tafel staat. Dat je in de bergen bent, maar het staat voor je op tafel. Het is een hulpmiddel om je ergens in te wanen, wat in de werkelijkheid een heel gedoe is. En als je op tafel staat, nou, dan stap je zo het bos in of klim je zo de berg op. Is nog een voorbeeldje. De Pekingeesjes, dat zijn miniatuur leeuwtjes. Een verkleinde versie van de leeuw die de dames vanaf de 18e eeuw op schoot konden nemen. En die zien eruit echt als kleine miniatuur leeuwtjes. Fauhonden worden ze ook genoemd. Maar het zijn eigenlijk leeuwtjes. Hun oorsprong is helemaal terug te voeren tot de leeuwen die u straks even voorbij is gekomen in de troon van die zittende Boeddha. Hier ziet u zo'n Japanse netsuke. Ik ga er maar niet te lang op in, want we moeten naar het eind toe. Nog wel een heel belangrijk aspect waar ik u op wil wijzen. Namelijk, en voor mij is dit het allerbelangrijkste aspect, en daarom ga ik u dat flink onder de neus wrijven. Chinese miniaturen doen een beroep op alle zintuigen, dus niet alleen op kijken. En ik ga nu een hele rare vergelijking maken, en u moet me maar niet kwalijk nemen als ik u daarmee choqueer, maar ik ga hem toch maken om iets heel duidelijk te maken. Stel zich eens voor dat seksualiteit, het beleven van seks, alleen maar zou kunnen door het lezen van pornoboekjes. En dat je nooit eens een keer met je geliefde tussen de lakens hebt gelegen en het hele liefdespel, de aanraking, de geur, de tasten, nou ja, hoef ik u verder niet uit te leggen. Dat zou toch een armoeige vertoning zijn, nietwaar? Nou, in het Westen worden wij, ik ook, opgevoed dat kunst is vooral iets om naar te kijken in een museum. Kan je er ook alleen maar kijken, want je mag er niet aankomen. Onbegrijpelijke reden, maar het is wel zo. In China is dat anders. Vooral die miniatuur, maar dat geldt voor grote sculpturen ook, die worden altijd aangeraakt. Je ziet het aan de slijtageplekken in alle tempels, mensen zitten overal aan. Die miniaturen, die moet je aanraken. En daarom heb ik ook die miniatuur bij u laten rondgaan, dat u dat eens even voelt. En het gaat niet alleen maar om het aanraken. En die aanraking leidt ertoe dat die miniaturen altijd heel glad en rond, goed in de hand liggen. Ook qua slijtage zie je altijd dat het in de handen heeft gezeten. Maar als ze van een bepaalde houtsoort zijn gemaakt, dan geven ze ook een geur af. En er zijn zelfs miniaturen waar de klank een rol bij speelt. Dus ze zijn voor alle zintuigen belangrijk. En we hopen allemaal dat er misschien straks, later in het jaar,
een paar sessies komen, dat u dat ook zelf eens kunt ervaren. Maar ik vind het belangrijk om u dat in deze lezing alvast heel erg duidelijk te maken, dat je zo naar miniaturen moet kijken. Daar was hij dan. Mijn laatste punt, en dan sluit ik het af, is iets wat die miniaturen gemeen hebben met onze Nederlandse kunst. En daar is een heel politiek, economisch, sociaal verhaal bij te houden. Dat ga ik maar niet doen. Maar je kunt je voorstellen dat als in landen mensen niet alleen produceren, maar handel gaan drijven, bij elkaar gaan wonen, in een stad met muren omheen, kunnen ze een vuist maken en gaan onderhandelen met die machthebbers van adel of van de kerk en hun eigen positie innemen en uitonderhandelen. Dat gebeurde in China in de Song-periode, toen de overbevolking zo'n vlucht nam dat mensen in steden gingen wonen en die steden tot ontwikkeling kwamen. In Nederland is zo'n burgermaatschappij ook ontstaan, zoals u weet, toen wij ons losmaakten van de Spaanse troon en Hollandse steden opkwamen, handel gingen drijven. En hier waren het niet de prinsen in werkelijkheid die de macht hadden. En ook niet de kerk, het waren de kooplieden, de handelaren. Dat realisme is in China tot ontwikkeling gekomen en in die miniaturen. En dat realisme, dat is het bijzondere van, dat liet ruimte voor een aantal dingen die je in officiële kunst niet of nauwelijks tegenkomt. Namelijk intimiteit tussen mensen onderling en tussen mensen en dieren. Humor, satire en zelfs erotiek. Kijkt u eens naar dit hondje. Dit is niet alleen maar een hondje, maar dit is een hondje zoals een hondje ligt als hij wacht op zijn baas. Van, gaan we nu eindelijk naar buiten om lekker te gaan rennen? En dat verwachtingsvolle, dat zit hier helemaal in dat hondje. Dit hondje is wel 1000 jaar oud. Heel realistisch. En dit jongetje heeft u net al even gezien. Dit is toch een peutertje van een paar jaar in zijn kakstoeltje? En dit meisje met haar pop. Ja, zo zit toch een meisje? Met die pop die u daar straks heeft gezien, hè? Dat houten popje. Met... Nou, daar hebt u er een. Heel realistisch. Dit is een doosje en daar ziet u op afgebeeld, het is een beetje vaag, een jongetje met een hengel over zijn schouder. En aan het uiteinde, nog net te zien, hangt een vis. Dit zijn toespelingen, zowel in het jongetje als de vis, op vruchtbaarheid. Dit gaf je aan een mevrouw die net getrouwd was en alweer in de hoop dat ze veel kinderen ging krijgen. Dit, wat op de voorkant van mijn boek staat, is een waterdruppelaar. Dat had dus een geleerde op zijn tafel om water te druppelen op een inktsteentje, waar hij dan mee kon schrijven en schilderen als hij dat met zijn penseel had nat gemaakt. En daar had hij een paar druppeltjes water bij nodig. Maar wat stelt het voor? Dit is gemaakt van Suzhou, geglazuurd hardgebakken aardewerk, beschilderd. En wat stelt het voor? Het stelt voor een jongetje wat leunt op de rug van een buffel. En daarmee is het een symbool wat alle geleerden begrepen. Namelijk een Taoïstisch principe dat de mens, het menselijk vernuft, prevaleert boven de brute kracht van de natuur. Zelfs een klein jongetje is de baas over zo'n enorm sterk dier als een buffel. Dat is de betekenis van deze waterdruppelaar. En kijk nu nou eens even naar de achterkant, naar zo'n broekje, hoe die daar op zijn dooi gemaakt, zo'n jongetje van, wat gaan we vandaag eens doen? Nou, dit is toch hyperrealistisch. En ik zei u al, we gaan nu het overstapje maken naar, ik laat u even nog deze zien, dit is een vader met een kind op schoot, zo speelt een vader met zijn kind. Ruimte voor satire. Hier ziet u een aap met een wijnzak. Wijn is iets wat in de Tangperiode uit het westen kwam overwaaien. Druivenwijn kennen ze niet, maar vanaf de Tangperiode, dus de 6e, 7e, 8e eeuw, via de karavanen wel. Maar waarom die aap met die wijnzak? Nou, dit is satire op een veel groter keramisch beeld, wat zo'n westerling, zo'n meneer van zo'n karavaan, die heeft zo'n wijnzak. En ik ga nog even terug. Die aap is een satire op die westerling. De Chinezen vonden het niet altijd even leuk. Die ruige kerels met hun baarden en enzovoort. Satire.
Seks ook. Dit is een doosje in de vorm van een meloen. Maar als je deksel eraf had, kon je genieten van je eigen privévoorstelling. En zo heeft het dan ook gefunctioneerd. Ik had het net over die overeenkomsten met Nederlandse kunst. Ten slotte aan het eind van mijn verhaal. Hier ziet u een beschilderde waaier, Chinese waaier uit de Song-periode. En waarom laat ik die zien? Behalve het realisme. Hier ziet u een marskramer die een stok over zijn schouder heeft met daar een soort etagères aan twee kanten voor het evenwicht, met daarin alle mogelijke snuisterijen en zelfs kleine poppetjes en dingetjes die hij verkoopt. Er ging vaak een net overheen om te voorkomen dat mensen het even konden pakken. En zo liepen die kerels de markt af. U ziet daar een moeder met een hele stoet kinderen erbij. Een aan de borst en allerlei kinderen. En één kind die grijpt al naar een aantal speelgoeddingetjes die daar liggen. Dit is helemaal wat wij zouden noemen in de Nederlandse een naar het leven scène. Waar de Nederlandse schilders en tekenaars ook bijzonder knap in waren. En ik heb u net al uitgelegd waarom ik die link maak. Heel realistisch. En hier ziet u zo'n marskramer door Jeroen Bos geschilderd. Kan je heel verhaal vertellen, ga ik niet doen. Maar ik laat u deze schildering even zien vanwege die marskramer. En het realisme daarvan, waar Jeroen Bos al mee begint. En Jan Steen, die hier een Sinterklaasfeest uitbeeldt met kinderen die gestraft worden, kinderen. Heel realistisch. Zo'n scène zou je inderdaad zo bij je thuis in de 17e eeuw had zich zo kunnen afspelen. Het realisme. En gelooft u mij, dat is het bijzondere van die Nederlandse kunst uit uw tijd en van die kunst uit de Song-periode China. Dat realisme van het dagelijks leven van gewone mensen. Niet goden en niet koningen en keizers, maar gewone mensen. Zelfs op onze tegeltjes. Rechts ziet u een optocht van kinderen verkleed als soldaat, zoals kinderen het spelen. En rechts als laatste een moeder die met zo'n jongetje weer naar huis gaat. Dat is het realisme dat die Nederlandse kunst verbindt met die kunst uit de Song-periode in China. Ik vind dat fantastisch. En waarom? Omdat je hiermee een kijkje kreeg in de maatschappij die je eigenlijk zelden of nooit te zien kreeg. En dat is het eind van mijn verhaal. Dank u wel. Voordat ik u de gelegenheid geef vragen te stellen, hebben we Koos gevraagd een exemplaar van jouw boek aan de voorzitter van de vereniging te overhandigen. En daarmee symbolisch ook de schenking van jouw collectie miniaturen. Ja. Het boek is dadelijk verkrijgbaar met korting voor de leden vandaag. Dit boek gaat in de bibliotheek van de vereniging natuurlijk hier in het Rijksmuseum. Dus fantastisch, dankjewel Koos. Je hebt een geweldig verhaal verteld. Ja. Misschien dat er toch nog vragen zijn. Ja. Wie van u, dan kom ik met de microfoon. Ja. Ik heb genoten van uw lezing. Dank u wel. Ik hoorde over poppetjes waar hoofdjes afgebroken werd en die werden dan samen begraven. Maar ik geloof niet dat u hebt uitgelegd waarom dat gedaan werd. Waarom die hoofdjes eraf gehakt werden en wat daar de bedoeling van was. Kunt u me dat toch vertellen? Ik dacht dat ik het wel had verteld, maar kennelijk niet duidelijk genoeg. Dus ga ik nog een keer zeggen. Dat werd gedaan, ik noemde de fetisfunctie. U kent de fetis ook, bijvoorbeeld al heel nog veel lang daarvoor, ook in Europa, figuren waarop gejaagd werd, waar de jager van tevoren pijlpunten in dat dierstak om daarmee een bezwering. Dus door macht uit te oefenen via die fetis op iets wat je wilde bezweren. Dat noemen we een fetis. Bij dit beeldje waar u naar vraagt, gaat het dus om dat je het onheil van een misgeboorte, geesten die maken dat je vrouw een miskraam krijgt, dat je dat onheil bezweert door het
vrouwtje te verminken en te begraven, zodat de werkelijke moeder daarvan verschoond blijft. Dank u wel. Ja. Daar nog een vraag. En daar nog één. Ja. Ik vond een geweldige lezing. Die aap, de paard. Ja? Ja. Heeft het ook nog een extra betekenis dat hij achterstevoren zit? Want zo heb ik het toch gezien. Ja, nou is heel goed van u opgemerkt. In het Chinees is dat Shang Ho, achterstevoren. En ik kan u zeggen, tot op de dag van vandaag heb ik niet kunnen ontdekken wat de toegevoegde betekenis is. Er zijn wel meer in die combinatie van Shamaho, nog wel andere feng bijvoorbeeld, betekent onmiddellijk. Dus ik vermoed dat er, maar ik heb daar ook bij de mensen die helemaal gespecialiseerd zijn in die symboliek, heb ik niet kunnen achterhalen een verklaring of een theorie die dat het is. Ik ken twee miniatures waar de aap al andersom zit en ik heb het nog niet kunnen uitvinden. Nog één vraag? Nog twee, want u komt ook nog. Ja, ik had nog een vraag. Want je vertelt in je verhaal dat elke miniatuur ook een maxituur heeft, zeg maar, iets vergroot. En er is op een gegeven moment een miniatuur wat een, volgens mij van amber, waar je dan ook je medicijnen in kan stoppen. Iets wat je aan je riemo kan hangen. Ja. Maar dat is van amber, maar ik kan me niet voorstellen dat daar ook iets groots van is. Nee, nou, het is, God beter het, mijn eigen dochter die het me moeilijk gaat maken, maar des te serieuzer neem ik het vaak. Het voerde te ver om nog allerlei andere dingen in deze levensstof, want ik ben al flink overtuigd. Maar wat ik in mijn proefschrift uitleg, is dat er twee manieren zijn. Iets kan om functionele reden, klein, een pot bijvoorbeeld, een miniatuur zijn. Het kan ook zijn omdat de voorstelling van de miniatuur, dan zit het dus niet in de functie, maar in datgene wat de miniatuur uitbeeldt, maakt het tot een miniatuur. Begrijp je? Dat is dus in dit geval, dus het is de zwaan, de afbeelding van de zwaan die het tot een miniatuur maakt. Want het doosje op zich, er zijn overigens ook grote dozen hoor, maar er zijn, dus wat dat is eigenlijk niet een goed voorbeeld, er zijn voorwerpen die qua functie nooit in groot formaat zijn, maar wel als het een leeuwtje afbeeldt, is het een miniatuurformaat afbeelding van een leeuw. En daarom is het voor mij toch, heb ik ook in mijn proefschrift helemaal, want dat werd natuurlijk door alle hoogleraar werd er flink op doorgezaagd, heb ik dat kunnen waarmaken, dat je het zo mag doen. Oké, nog één vraag. Ja, wanneer ontdekte men dat je door middel van het smelten van ertsen van zilver, goud, dat je brons ging maken en kopen? Wanneer is dat ontstaan? Of komt dat ergens vandaan dat het naar China gebracht is? In China is geen exacte data, maar door de jaren heen, alle opgraven en zo, is men het erover eens dat het zo ongeveer in 1700 voor Christus in China wordt toegepast. Evenwel, maar dat vinden Chinezen nooit erg leuk om te horen. Het is aantoonbaar dat in andere culturen, in het Midden-Oosten, is al veel eerder. Dus dat is al een techniek die is komen overwaaien. En uiteindelijk dus ook wel in een vroeg stadium. Maar je kan dus niet zeggen dat het rondschieten in China is uitgevonden, want dat is dus niet zo. Ik denk dat het in het geschiedenisboek in China wel zo staat, maar zo is het dus niet. Goed. Is daarmee de vraag beantwoord? Ja. Koos, hartelijk dank. Ik wou nog even zeggen. We zijn klaar, volgens mij. Nou, bijna. Ja. René die zal bij de receptie nog ook een klein miniatuur tonen. Die heeft u gezien in de presentatie, een kleine Guanyin, brons. Uit de Song of vroege Tang-periode. Die is vuurverguld. Dat is niet een dingetje wat we rond kunnen reiken, maar het is in een mooi doosje. En hij gaat dat tonen. Dan kunt u er eens mooi en fijn naar kijken. Verder, Marleen, we hebben nog een lekkere doos wijn
verkoos om zijn keel te smeren naar het lange en goede verhaal wat je voor ons gehouden hebt. Heel erg bedankt daarvoor. Tot slot wil ik graag even weten waar het objectje is gebleven. Wie het heeft. Verloot. Dat moet ook weer terug. Mooi. Het objectje wat u dadelijk te zien krijgt, een bronzen Boeddha, dat is dus onderdeel van de schenking. En we hopen dus in de handling-sessies, mag u het wel straks aanraken. Nou, in ieder geval allemaal hartelijk dank. En er is nu een receptie, kunt u allemaal bijpraten en verder genieten. Dank u wel allemaal voor uw komst. Oh ja. Het is toch al gedaan? Heb jij een foto van een boek?